2015 was een bewogen jaar. 60 miljoen mensen sloegen wereldwijd op de vlucht voor oorlog, armoede of onderdrukking. Uit Syrië trokken tienduizenden vluchtelingen naar Europa om aan de ellende te ontkomen. Eind april vielen er duizenden slachtoffers door de verschrikkelijke aardbeving in Nepal. Gelukkig konden we met CoreDate Mensen in Nood en zusterorganisatie Caritas vrijwel direct noodhulp bieden. We leverden voedsel, water, dekens, kleding en onderdak. Wereldwijd hielpen we 1,2 miljoen mensen in nood. Maar naast noodhulp werkt CoreDate ook altijd aan wederopbouw en ontwikkeling. Onze kracht is dat wij zorgen voor veiligheid, betere gezondheidszorg, onderwijs en werk. Zo geven we mensen weer een kans op een betere toekomst. Dit doen we overal ter wereld, waaronder in Nederland. In Oeganda bijvoorbeeld pakt CoreDate Memisa de hoge moeder- en babysterfte aan. Door voorlichting, zwangerschapscontroles en scholing van medisch personeel zorgen we dat er minder baby's en moeders overlijden. En deze aanpak werkt. In 2015 zijn 178.000 baby's veilig ter wereld gekomen onder begeleiding van deskundig personeel. Wereldwijd heeft CoreDate 6 miljoen mensen toegang gegeven tot basisgezondheidszorg. En neem Sierra Leone, waar de ebola-epidemie al sinds 2014 voor ontwrichting zorgde. Bij de wederopbouw maakte CoreDate Kinderstem zich sterk voor de vele weeskinderen. Ze krijgen schoolspullen en een schooluniform en we betalen hun schoolgeld. Wereldwijd heeft CoreDate 250.000 kinderen toegang tot onderwijs gegeven. Ook verstrekt CoreDate leningen en trainingen aan ondernemers voor meer werkgelegenheid. Met onze investeringsfondsen geven we meer dan 2 miljoen mensen in 23 landen weer een kans op een beter leven. Want door naast noodhulp ook te werken aan veiligheid, gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid, kunnen we de mensen pas echt structureel kansen bieden. In 2015 kregen wij 152 miljoen euro van donoren. Overheden, instituties, bedrijven, stichtingen en natuurlijk de 288.000 donateurs in Nederland, zoals u. Dankzij u allen hebben wij kansen kunnen creëren voor 10 miljoen mensen in de meest fragiele gebieden. Met resultaatgerichte en transparante hulpverlening. Zo werkten wij samen aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. En dit blijven wij doen, want iedereen verdient een kans. Wij danken u voor uw hulp.